Hoewel de bewaking bij de grensgebieden is aangepakt, is het niet wat het wezen moet. En dat baart ons zorgen. Aan het woord is Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, vandaag in het programma ATV COVID-19 Update. Babel wijst erop dat de grens zodanig uitgestrekt is dat er met diverse zaken rekening gehouden moet worden bij de bewaking ervan. Ook is de hulp van de samenleving hoog nodig bij de bewaking van de grenzen, benadrukt Babel. Het is zo immens daar en je moet met zoveel andere zaken rekening houden dat je op den duur denkt, dit is een verloren strijd. Mm-hmm. Maar als militair mag je niet zo denken, want je moet dwars door alles heen, moet je toch gewoon doorzetten. Maar die grens, het geeft ons, het baart ons echt zorgen. En daarom blijven we stressen dat die samenleving ons moet helpen. Want een wapen, patronen, dat gaat het niet doen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is van niemand daar. Dus die samenleving al daar, zij zijn eigenlijk de mensen die die fence, die schutting gaan moeten bouwen. Om ervoor te zorgen dat andere individuen niet zomaar het land of een dorp of een gemeenschap binnenkomt en het virus kunnen verspreiden. Maar het blijft de uitdaging voor ons. Gewoon omdat we de middelen, ook al heb je zoveel middelen ter beschikking, waarschijnlijk zouden we heel Suriname langs de grens moeten plaatsen, zij aan zij, als een muur, om ervoor te zorgen dat niemand binnenkomt. Verder haalde Babel aan dat er tot nu toe geen ongecontroleerde verspreiding van het COVID-19-virus plaatsvindt. Ze zegt dat de medici van het COVID-19-managementteam een plan hebben klaarliggen, mocht er sprake zijn van ongecontroleerde verspreiding. Mocht het straks, wanneer we van hier gaan uitbreken, dat het anders is, ligt er ook een plan klaar. Hoe gaan we daarmee om? Okay. Maar tot op dit moment is het beheersbaar. Mensen volgen richtlijnen op. Natuurlijk heb je individuen die een scheef schaats rijden, dat heb je altijd. Maar dat stemt goed en dat geeft voldoening aan mij om naar het werk te gaan, om verder te werken aan het beleid, om mijn Stradamans te beschermen. Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ze sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald. De voor vandaag geplande update van het COVID-19 managementteam heeft geen voortgang gehad. Meegedeeld is dat president Desiree Bouterse morgen een verklaring zal afleggen inzake de total lockdown.